Ja, meneer de burgemeester, wij hebben elkaar al gesproken. En u heeft mij toen gezegd, kijk, ik ben inderdaad burgemeester, ik ben jurist en ik ben nu ook in een appartement gaan wonen. En ik heb toen gevraagd, heeft u wel eens stilgestaan bij de wet op de mede-eigendom en bij de basisakte bijvoorbeeld? En eigenlijk heeft u toen gezegd, zoals de meeste Vlamingen, nee. Wel, ik heb gezegd, ik weet dat er een wet op de mede-eigendom is, maar wat dat precies inhoudt, dat was mij niet helemaal duidelijk. En natuurlijk, ja, toen we dan bij de notaris zijn geweest om onze koopakte te tekenen, dan zie je dus dat je eigenlijk twee akten tekent. Het ene voor het appartement, het privatieve gedeelte, en het andere dan voor het aandeel in de gemeenschappelijke delen. En dan maak je ook geleidelijk aan kennis, niet alleen met de buren, maar ook ja, wat dat betekent om die gemeenschappelijke delen, om die ja, op een fatsoenlijke en verstandige manier aan te pakken. En de contacten worden dan ook gelegd dus met de syndicus. Maar we hebben daar heel wat onderzoek al naar gedaan en het blijkt dat 50-plussers vaak naar een appartement verhuizen. Omstandigheden zoals u schetst. En dan eigenlijk alleen nog oog hebben voor het interieur, inrichting, keuze van gordijnen en verf. En voor de rest helemaal happy zijn, hè? Denken van, nu gaat mijn leven, mooi leven beginnen. Ik heb geen werk meer, ik heb geen kosten meer. Hola, appartement. En nu sprak ik daarnet ook van vakantiegevoel. Hè? Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken met de kwaliteit, hè, van het gebouw en van de hele site. Het is ook natuurlijk een historisch gebouw waar men dan moderne appartementen heeft ingericht. En als dat goed wordt onderhouden, dan geeft dat inderdaad dat vakantiegevoel, zoals ik dat net heb genoemd. Maar ja, die gemeenschappelijke delen, dat is iets dat er zo bij hoort en daar wordt eigenlijk weinig of geen aandacht aan besteed. En geleidelijk aan wordt men daar dan natuurlijk mee geconfronteerd. Denk in een aantal gevallen soms op een negatieve manier. Als er problemen zijn, dat men dan schrikt, oei, ja, wat zijn de gevolgen? En dan zit men soms wat in een twijfel van, ja, hoe gaan we dat hier aanpakken? Wie gaat wat betalen? Wat is mijn aandeel daarin? Hoe verloopt die besluitvorming? En dan spreek ik als burgemeester, dan merk ik soms dat in bepaalde situaties een beperkt aantal mensen noodzakelijke verbeteringen of herstellingen kunnen tegenhouden, een soort vetorecht hebben, wat natuurlijk ook niet gezond is. En daar waar er, denk ik, proactief wordt gewerkt, ja, men ook vooruitkijkt, niet alleen van wat er allemaal moet gebeuren, maar ook provisies aanlegt om dingen te kunnen financieren. En gelukkig heeft natuurlijk de herziening van de wet op de mede-eigendom gemaakt, dus dat de besluitvorming toch iets vlotter kan verlopen. Maar als we met 1 op 3 woningen appartementen hebben, en meer dan 1 op 4 Vlamingen in een appartement wonen, zouden we dan niet dringend die woonvormen ergens in het onderwijs moeten inpakken als een soort van maatschappelijke vorming? Van kijk, dat is een woonvorm. We denken ook aan co-housing, we denken aan kangoeroewoningen. Collectief wonen is natuurlijk interessant. Onze hele economie gaat misschien wat naar een deeleconomie, alles delen. Dus het appartementsgebouw zou eigenlijk een soort van ja, een voorloper kunnen zijn. Maar vaak wordt het archaïsch gebruikt. Nu, dat klopt. Ik denk, 45 jaar geleden heb ik de economische afdeling van de moderne hier in de Broederschool verlaten. En dankzij die economische richting te volgen, wist ik ook iets over boekhouden, recht, huwelijksrecht, huren, kopen en dergelijke meer. Ik denk dat in het secundair onderwijs in het algemeen, of men nu ASO, TSU of BSU volgt, wat gaan mensen doen wanneer ze het onderwijs verlaten? Ze gaan werken, ze gaan ergens wonen, kopen of huren. En ze gaan samenwonen of trouwen, dat men in die drie aspecten van het leven, dat men toch wat weet wat er te wachten staat. En als het dan over wonen gaat, inderdaad over een woning kopen, huren, wet op de mede-eigendom, inderdaad, 1 op de 3 Vlamingen, en ze moeten geen 50-plus zijn, gaat in een appartement wonen, dat men niet voor verrassingen komt te staan. Ik vind dat eigenlijk wel essentieel, zoals men leert fietsen, leert met de auto rijden, dat men ook die vaardigheden en die kennis zou opdoen in het zeker in het twee mensen die zeker in een adresboekje staan, Matthias Diependalen en Ben Weitz. Ja. Daar kun je mee afspreken. Absoluut.